Oké, epoxy, glasweefsel, alles zit aan de wanden, inclusief de kleur hierachter. En nu moet ik nog een coating aanbrengen, een laklaag. En dat ga ik doen met deze cabin varnish. En wat heel awesome is, de mengverhouding is, dit bovenste stuk kan ik eraf draaien, wat je hier ziet. En die meng ik in het onderste blik en dan heb ik genoeg. En die ga ik met een rolletje aanbrengen. Dat ga ik nu doen en daarna door naar de vloer. Yo! Hier zijn we dan aangekomen. Ik heb ook nog een soort rakel van staal, maar ik denk dat ik die niet nodig heb, maar die ligt achter mij. Maar wat zit er nou in deze set? Hier heb ik een 19 kilo A-component, dat is dus het eerste component van de gietvloer. En daarachter zie je het B-component van de gietvloer. Die moet je samen mengen. Dat noemen ze ook wel de 25 kilo set. Eigenlijk is het 24,5 kilo set. Maar goed, dit is makkelijker. Wat gebeurt er? Ik ga eerst zo het pigment door het A-component mengen. Dat is stap 1. Dan komt de anti-slipkorrel er doorheen. En dan gaat de PU-gietvloer er doorheen. En dat ga ik allemaal mengen. Nou, die ga ik glad strijken. Gewoon gieten, glad strijken met deze handspaan. En daarachter heb ik nog een trekker staan die ik ook kan gebruiken. Dus de stappen nogmaals. A eerst open, pigmenten in, siliconenkorrel erdoor en dan uiteindelijk de verharder erdoor. Dus A, B, C, C eigenlijk. Maar je doet C, ja, je zult het zo wel zien. Even nog over de vloer zelf voordat je die dus gaat gieten. Ik heb de vloer wederom stofvrij gemaakt, dus even met een bezem. Daarna met de stofzuiger, de Poltergust. En nu is de vloer dan klaar om te gieten. Dus dat is wel eerst gedaan. En er is natuurlijk een check geweest of alles hier waterpas staat, zodat de vloer niet scheef gaat. Dat moet je dus wel even checken. Ik ga beginnen. Joe! Dit is echt een super leuke klus trouwens, super satisfying. Het giet zichzelf wel uit, maar zoals je hier ook ziet, ik heb de spaan iets te lang laten liggen. Oh, holy shit, lekker bezig. Maar eigenlijk, je kan het materiaal dus heel makkelijk wegduwen. Het is super satisfying, heel easy werkt het. Hier dicht schuiven, let's go. Komt daar een belletje onder, die popt straks.
prima. Nou, ik zal het jullie zo nog even wat beter laten zien. Alright, nog een paar laatste bellen gaan uit het materiaal. Maar hier zie je dan de gietvloer, dus hij ligt erin. Superleuke klus. Heel makkelijk. Het is gewoon heel lang mengen. Maar dat heb ik als het goed is nu wel een paar keer aangehaald. Zit wat op de wanden, ga ik later wat mee doen. Ja, dat was gewoon door de snelheid dat ik heb gewerkt. Maar het was echt een superleuke klus. Het is heel slecht te zien nu hoe mooi het eindresultaat is. Want het ziet er allemaal een beetje ja, als grijze slurry uit hier op de telefoon, zie ik. Maar het is echt heel tof geworden. Dus nu ga ik het laten uitharden. De eerste fase die duurt sowieso even. Dus ik laat de kachel aan. Ik ga er nu vandoor. Ik heb de seam niet eens nodig gehad. Dus het is echt alleen maar gieten en met die spatel uitstrijken geweest. En nu lekker laten uitharden. Belletjes gaan eruit. Dus ik laat jullie later het eindresultaat zien. Joe! Putje heb ik ook weggehaald, dat is goed gegaan. Ik zal zo nog wel eventjes dat omhulseltje laten zien. En ik ga nu beginnen met het rollen. Heel moeilijk te laten zien, maar dit is nog niet behandeld. Het ziet er heel smoezig uit, maar het is allemaal stof- en vetvrij hoor. Maar dat is gewoon omdat ik het net op heb bewogen. Dit is behandeld, dit is lekker mat en hier glinstert het nog echt heel erg. Dus dat is nu al het effect. Oké, dus de vloer is klaar, alles is gefixt, de coating zit erop, dus ik kan nu eigenlijk beginnen met het afbouwen van de badkamer. Awesome! Alleen, bij de bestelling kwam ik erachter dat een badkamermeubel behoorlijk aan de prijs is. En in mijn ogen is het vaak een absurde prijs voor een kastje met een wasbak erop. Dus ik dacht, waarom niet op Marktplaats kijken en checken of ik daar iets vandaan kan halen. En daar heb ik dit kastje gevonden. Ik zal hem even goed in beeld brengen. Check, ik heb het beslag er al afgehaald. Ik ga hem even schuren, ik ga hem nog even afnemen. En ik heb bij Greubel alvast een funky kleurtje gekocht. Dus ik ga deze gewoon eventjes tof tot badkamermeubel omtoveren. Dat is het idee, alles schilderen, hier het meubel erop en we good to go dan. Het woord. Ja, dankjewel Mark. Hallo allemaal. Ik weet ook niet waarom ik hiervoor uit bed ben gehaald. Wel, ik slaap wel met mijn hazo. Ja, goed. Abonneer je op mijn kanaal? Oké. Abonneer je op mijn kanaal. George Paul Hennewerken. En wil je nou niks missen? Druk dan ook eventjes op het belletje. Dan zie je meteen wanneer er een nieuwe aflevering van Containerpaleis online is. Een goedkope meuk dit, of niet? Lijkt wel een sketch.